Goedemorgen allemaal. Welkom bij dit webinar over toezicht op CVSO-inrichtingen onder de Omgevingswet. Dit webinar is met name bedoeld voor BSDO-inspecteurs die willen weten hoe de regeltjes gaan luiden in het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. Mijn naam is Robert Luinge en ik ben werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar ben ik onder meer verantwoordelijk voor de omzetting van het BSDO 2015 in het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. Bij dit webinar word ik ondersteund door Wim Jansen en Linda van Berkel. Op die website kunt u ook nog andere webinars vinden over het stelsel van de Omgevingswet. En er zijn ook presentaties te vinden over toezicht en handhaving. En dan in iets bredere zin dan het onderwerp dat vandaag natuurlijk aan bod komt. Dit webinar is met name, gaat uit van het onderwerp op hoofdlijnen. Dus ik zal niet heel erg diep ingaan op de inhoud van de regels. Ik zal laten zien waar de regels van het BSDO landen in het stelsel van de Omgevingswet. En ook zal ik eventjes kort ingaan op de inhoud. Waar blijft die inhoud van het BSDO onder de Omgevingswet? Daarbij belicht ik dit onderwerp vanuit de wetgevingskant. Dus de praktijk komt wel aan de orde, maar dat is niet de primaire invalshoek deze morgen. Antwoorden en dan ook op de website van Aan de Slag met de Omgevingswet worden geplaatst. Van belang is nog op te merken dat dit najaar nog het invoeringsbesluit Omgevingswet gepubliceerd zal gaan worden. En als bijlage bij de artikelsgewijze toelichting van dit besluit zit ook een transponeringstabel voor het BSDO 2015. Dus in die tabel kunt u dan ook zien waar de verschillende artikelen van het BSDO onder de Omgevingswet terechtkomen. Ook wil ik nog eventjes benoemen dat op dit moment de PGS 6 wordt geactualiseerd. Op het moment dat die gereed is, zal die gepubliceerd worden op de website van publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. Langs. En ja, wij verzoeken u om de vragen of de stellingen die daarin staan om daarop te reageren. Nou, de hoofdvraag van dit webinar is: wat verandert er nu in de praktijk voor de BSDO-inspecties onder de Omgevingswet? Nou, misschien al even een spoiler alert, want het antwoord op deze vraag is eigenlijk dat er niet zo heel veel verandert. In ieder geval qua inhoud. En dus de praktijk van de BSDO-inspecties zal niet heel veel veranderen onder de Omgevingswet. Wel zijn de vindplaatsen natuurlijk anders en moet er nog wel wat gebeuren. Nou, het programma, het is onderverdeeld in twee onderdelen. Ik begin straks met een wat algemener verhaal. Op hoofdlijnen zal ik bespreken waar het BSDO terechtkomt onder de Omgevingswet. Aan het einde van het onderdeel is er tijd voor het beantwoorden van vragen die via de chat zijn binnengekomen. Dan hebben we eventjes 10 minuten pauze om op adem te komen. En dan in deel 2 ga ik inzoomen wat meer op de inhoud. En echt wat specifieker kijken waar de verschillende onderdelen van het BSDO nu landen in het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. En ook dit onderdeel wordt weer afgesloten met het beantwoorden van vragen. Ik zal eerst wat in zijn algemeenheid gaan vertellen over het stelsel van de Omgevingswet. Daar ga ik niet heel diep op in. Ik vertel alleen hetgene van belang is voor de CVSO-regels. U ziet hier een plaatje wat redelijk ingewikkeld is en ook veel kleurtjes bevat. Dus ik geef u even een paar seconden de tijd om hier van kennis te nemen. Om hier even rustig naar te kijken. Het Nederlandse recht is ingebouwd. En het is ingewikkeld zoals u kunt zien. Een belangrijke oorzaak daarvan is gelegen in de CVSO-richtlijn. Nou, de CVSO-richtlijn die heeft een brede doelstelling. Het voorkomen dat zware ongevallen zich voordoen en het beperken van de gevolgen van zware ongevallen voor de gezondheid en het milieu. Dus de CVSO-richtlijn gaat over de bescherming van het milieu, inclusief de waterkwaliteit, over externe veiligheid, interne veiligheid, ruimtelijke ordening, maar ook al bijvoorbeeld over de voorbereiding van de rampenbestrijding.
En al die onderwerpen zijn in Nederland geregeld in verschillende wetgevingsgebieden. En dat is in het plaatje weergegeven in de verschillende kolommen. En dus een belangrijke oorzaak van dat ingewikkelde karakter van de inbouw van de Seveso-richtlijn in het Nederlandse recht is met name veroorzaakt door hoe het Nederlandse recht is opgebouwd. En de regels over veiligheid staan bijvoorbeeld niet in één wet, maar staan in verschillende wetten. En u kunt dat zien in de tweede rij in het plaatje, waarin de grondslagen, de wettelijke grondslagen voor het BSZO zijn weergegeven. In de meest linker kolom, de groene kolom, de wet milieubeheer en de WABO. De milieukolom, om het maar zo te zeggen. De kolom daarnaast, die ik geel heb gekleurd, bevat de arbeidsomstandigheden regelgeving. We hebben het dan over de interne veiligheid, zoals de Seveso-richtlijn dat benoemt. Of de arbeidsveiligheid. De rode kolom, de kolom van de brandweer. De wet veiligheidsregio's is ook een grondslag voor het BSZO. En de meest rechter kolom, de blauwe kolom, wat staat voor de kleur van water, de waterwet, is geen grondslag voor het BSZO. Maar het BSZO is wel relevant voor de wetgeving die binnen die kolom valt. Denk aan het beoordelen van de gevolgen van een zwaar ongeval voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam. Nou, als we verder kijken naar de rijen naar beneden toe, dan is daar weergegeven de verschillende wetgevingen op de verschillende niveaus. Dus op het allerhoogste niveau van de Europese richtlijnen vinden we de Seveso-richtlijn. Nou, ik gaf net al aan die verschillende wetten die daaronder zitten, die van belang zijn voor de implementatie van de Seveso-richtlijn. En de grondslagen dus bevatten voor het BSZO. En op het niveau van ANVB komt niet alleen het BSZO voor, maar ook andere ANVB's die relevant zijn voor Seveso-inrichtingen. Denk aan het activiteitenbesluit, waar ook algemene regels staan die van toepassing kunnen zijn op Seveso-inrichtingen. Het besluit omgevingsrecht, waarin de vergunningplichten zijn geregeld. Wanneer is een inrichting vergunningplichtig? En het besluit externe veiligheid inrichtingen, het BEFI, wat onder andere regels bevat die van belang zijn in het kader van de ruimtelijke ordening. Ook daar zit een onderdeeltje in van de Seveso-richtlijn. Nou, de kolom daarnaast, het arbeidsomstandighedenbesluit. Wat uitvoeringsregelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. De rode kolom is met name het besluit veiligheidsregio's relevant, waarin de regels voorkomen voor het aanwijzen van bedrijfsbrandweer aanwijzingen en het opstellen van rampbestrijdingsplannen, wat verplicht is bijvoorbeeld voor hoge drempelinrichtingen. En in deze kolom staat ook het BIR, dat staat voor besluit informatie in zaken rampen en crisis, wat met name gaat over het verschaffen van informatie aan burgers als zich een zwaar ongeval bijvoorbeeld heeft voorgedaan. Nou, de meest rechte kolom, het waterbesluit. Nou, wat in dit plaatje ook nog opvalt, is dat er niet alleen maar regels zijn op ANVB-niveau, maar ook op het niveau van ministeriële regeling. En dan voor Seveso natuurlijk de regeling risico zware ongevallen, met uitvoeringsregels die gebaseerd zijn op het BSZO. Nou, op dat niveau komt nog een aantal andere regelingen voor, die zal ik onvermeld laten nu. En op het allerlaagste niveau, daar gaat het om de concrete beschikkingen, dus de besluiten voor bedrijven. Natuurlijk de omgevingsvergunning, waarin voorschriften kunnen zijn opgenomen, die ook relevant zijn ter uitvoering van de Seveso-richtlijn. En in de rode kolom de bedrijfsbrandweeraanwijzingen, die ook weer een relatie hebben met de Seveso-richtlijn. Goed, ik ga nu eventjes inzoomen op het BSZO 2015. En wat daar opvalt, is dat de regels, alle regels, die zijn te vinden in één ANVB, het BSZO, en één ministeriële regeling, de RZO. En dat heb ik het over de specifieke Seveso-regels. Die zijn in het BSZO onderscheiden naar regels voor de Seveso-inrichtingen, de verplichtingen. En de regels voor de overheden. Nou, die regels voor Seveso-inrichtingen, dat houdt in artikel 5, het centrale artikel van het BSZO. U moet alle maatregelen treffen.
het veiligheidsbeheersysteem, veiligheidsrapport, intern noodplan, et cetera, et cetera. En wat in het BSZO 2015 opvalt, als je het vergelijkt met het BSZO 1999, is dat er heel veel verwijzingen staan naar de Seveso-richtlijn. En niet in het BSZO zelf is aangegeven hoe het VBS eruit moet zien, aan welke elementen het moet voldoen en andere eisen. Nee, er wordt verwezen naar bijlagen bij de Seveso-richtlijn. Nou, BSZO kent niet alleen als doelgroep de bedrijven, maar ook de verschillende overheden die zijn belast met de uitvoering en de handhaving van het besluit. Dus er zitten ook regels in voor overheden. Zij moeten de veiligheidsrapporten die zijn ingediend, moeten ze beoordelen. Nou, welke termijnen daarvoor gelden en dergelijke. En over de samenwerking daarbij zijn regels gesteld in het BSZO. Maar ook over toezicht en handhaving en de aanwijzing van domino-inrichtingen. Verder, een speciale categorie zijn nog de specifieke boeteregels die van belang zijn voor de inspectie SZW. Ook die staan in het BSZO. En ook de strafbaarstellingen die gelden op grond van de wet veiligheidsregio's en de arbeidsomstandighedenwet. Dus dit even in een nutshell het huidige BSZO, waarbij van belang is dat er zowel regels voor de Seveso-inrichtingen in zitten als de regels voor overheden. En dat, dat onderscheid, hè, dat is van belang als je kijkt naar de regels onder de omgevingswet. Nou, hoe zien die Seveso-regels onder de omgevingswet eruit? Ik ga eerst even kort stilstaan, hè, voordat ik daar aan toe kom, aan het plaatje van het nieuwe stelsel. En ik zal maar twee plaatjes laten zien, twee algemene plaatjes. Als jullie wat meer bijzonderheden daarover willen weten, dan verwijs ik naar de website Aan de Slag met de Omgevingswet. Ik vertel nu alleen maar wat relevant is voor de Seveso-regels. Nou, op dit plaatje is te zien dat er heel veel wetten, AVB's en ministeriële regelingen worden samengevoegd. En er zijn nu 26 wetten, globaal gezien in de leefomgeving, of voor de leefomgeving moet ik zeggen. En die worden allemaal samengepakt tot één omgevingswet. Er zijn zo'n 60 algemene maatregelen van bestuur en die worden samengevoegd tot 4 AVB's. En 75 ministeriële regelingen die worden samengevoegd tot één omgevingsregeling. Ga ik even inzoomen op die 4 AVB's. Dat zijn het omgevingsbesluit, het besluit kwaliteit leefomgeving, het besluit bouwwerken leefomgeving en het besluit activiteiten leefomgeving. En van belang hierbij is dat er gekozen is voor een doelgroepbenadering. Dus een AVB die richt zich tot één of meerdere doelgroepen. Het omgevingsbesluit bevat de regels over de procedures. Dus welke procedures moeten gevolgd worden voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Maar in het besluit staan ook de regels over het bevoegd gezag. Wie is nu het bevoegd gezag voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor een Seveso-inrichting? Nou, dat is niet anders dan nu, hè? Dat blijven gedeputeerde staten. In het omgevingsbesluit staan ook de regels over toezicht en handhaving. Dus hè, als we even weer terug naar die eerdere sheet gaan over het BSZO, waarin ook regels staan voor overheden, hè, die bijvoorbeeld gaan over toezicht en handhaving, dan kunt u die in het nieuwe stelsel vinden in het omgevingsbesluit. Het besluit kwaliteit leefomgeving, op het plaatje weergegeven onder het omgevingsbesluit, dus dat BKL, zoals wij dat afkorten, dat bevat regels die van belang zijn voor de overheden. Dus de doelgroep van dit besluit, dat zijn de verschillende overheden die taken hebben op het gebied van de leefomgeving. En als het gaat om omgevingsplannen door het bevoegd gezag, hè, door de gemeente, de omgevingsplannen komen in de plaats van bestemmingsplannen onder andere en de gemeentelijke verordeningen. In dit besluit staan regels waaraan de gemeenten zich hebben te houden bij het opstellen van omgevingsplannen. Maar in dit besluit staan ook instructieregels voor het verlenen van omgevingsvergunningen. En bijvoorbeeld de regel dat de best beschikbare technieken moeten worden voorgeschreven in de omgevingsvergunning. Dat is geregeld in het BKL, het besluit kwaliteit leefomgeving. Het besluit bouwwerken leefomgeving, dat is de omzetting van het huidige
bouwbesluit. Dus hierin staan alle regeltjes die van toepassing zijn op het bouwen en het gebruiken van bouwwerken. Maar hierin staan ook de regels over het slopen van bouwwerken. Die zijn hier ook in samengebracht. Dus de belangrijkste doelgroep van dit besluit, dat zijn degenen die bouwactiviteiten verrichten. Het besluit activiteiten leefomgeving, het BAL, dat is een belangrijk besluit als het gaat om de regels voor CVSO-inrichtingen. In dit besluit zijn regels opgenomen over activiteiten in de leefomgeving. En dan gaat het om andere activiteiten dan die geregeld zijn in het BBL, over de bouwactiviteiten. Hier gaat het met name om milieubelastende activiteiten, lozingsactiviteiten, beperkingen, gebiedactiviteiten, dat soort zaken. Nou, het exploiteren van een CVSO-inrichting, dat is een milieubelastende activiteit. Kijk, ik wil graag naar de volgende sheet. Ja, gaat. Ik gaf ook al aan, 4 AVB's, maar ook nog een ministeriële regeling. Dat is de omgevingsregeling. Hierin staan met name technische uitvoeringsregels. Die van belang zijn voor de regels uit de wet en de regels in de AVB's. Voor CVSO-inrichtingen is bijvoorbeeld van belang dat de berekeningsmethoden voor het plaatsgebonden risico hierin zijn te vinden. De verwijzing bijvoorbeeld naar Savetti. Dat staat in de omgevingsregeling. In de omgevingsregeling zijn ook de aanvraagvereisten geregeld. Dus welke gegevens en bescheiden moeten er bij een aanvraag om een omgevingsvergunning worden gevoegd. Dat is geregeld in hoofdstuk 7 van de regeling. En nou, in grote lijnen vergelijkbaar met de huidige regels zoals ze voorkomen in het BOR, het besluitomgevingsrecht, en de regeling omgevingsrecht, de MOR. Nou, hoe ziet het plaatje nu eruit, dat ingewikkelde plaatje van daarnet, als de omgevingswet in werking is getreden? Nou, natuurlijk nog steeds die CVSO-richtlijn, die staat nog steeds aan de basis van de regels, dus bovenaan ingetekend in het plaatje. Maar daarnaast valt op dat er een kolom is weggevallen. De blauwe kolom die is opgegaan in de groene kolom. En nou ja, blauw, ik denk niet dat er uiteindelijk dan groen uit voortvloeit, maar voor het gemak heb ik hem toch maar groen ingekleurd. Dus de omgevingswet. Alle regels over de waterkwaliteit en waterkwantiteit zijn ook opgegaan of gaan op in het stelsel van de omgevingswet. De twee andere kolommen die zijn hetzelfde gebleven. Of die blijven hetzelfde. Ja, ik praat eigenlijk soms al alsof de omgevingswet in werking is getreden. Maar zover is het nog niet. Het duurt nog ruim een jaar. Dus tot 2022. Maar die twee kolommen die blijven dus hetzelfde. En ja, op het onderste niveau, de onderste rij. Daar blijven de concrete beschikkingen. Blijven de omgevingsvergunning. En in de rode kolom het besluit om een inrichting aan te wijzen als bedrijfsbrandweerplichtig. Ik heb de plaatjes ook nog eventjes naast elkaar gezet. Met links zoals het nu geregeld is en rechts zoals het straks geregeld wordt. Dus ik zou zeggen, zoek de verschillen. En ja, hier zie je dus heel duidelijk dat die rechte kolom is weggevallen. Wat ook opvalt, en dat noemde ik net nog eventjes niet, dat BSZO wegvalt als AVB. En daarvoor in de plaats komen dus 3 AVB's. Het BAL met de regels voor de CVSO-inrichtingen, de verplichtingen. Het BKL, het besluit kwaliteit op de leefomgeving, waarin een aantal regels staan over het aanwijzen van domino-inrichtingen. En het omgevingsbesluit, wat de procedurele regels bevat en de regels over toezicht en handhaving. Maar hierin, en ik zal daar later in het tweede deel nog wat dieper op ingaan, hierin zie je ook de boeteregels bijvoorbeeld, die van belang zijn voor de inspectie SZW. En de strafbaarstellingen die voortvloeien uit de arbeidsomstandighedenwet en de wet veiligheidsregio's.
Alleen, ik zie dat in de chat daar al op wordt gereageerd. De vraag is, die wel misschien van belang is, is ik zie de omgevingsregeling niet terugkomen in het schema. Waarom niet? En waar hoort die? Ja, ik zal even teruggaan naar dit schema dan. Wat dit schema uitbeeldt, dat zijn de specifieke regels die ter implementatie van de Cefezo-richtlijn gelden. En dergelijke regels die hebben we niet opgenomen in de omgevingsregeling. En wat, dat is wel een verschil met het huidige BRZO en de RZO. Dat de regels op twee niveaus zijn geregeld. Onder de omgevingswet staan alle regels op één niveau. Dus allemaal op het niveau van ANVB. Dus alle regels die gelden voor Cefezo-inrichtingen en die nu in het BRZO en de RZO staan, staan allemaal in het BAL. Alle regels in het BRZO en de RZO die gelden voor overheden, hè, over toezicht en handhaving, over het beoordelen van veiligheidsrapporten, die staan nu ook allemaal op het niveau van ANVB, dus allemaal in het omgevingsbesluit. Vandaar dat de omgevingsregeling niet is ingetekend in het plaatje. Maar ik gaf wel nog eventjes aan hè, dat de omgevingsregeling natuurlijk wel nog relevant is. Maar dan gaat het om de aanvraagvereisten voor vergunningen. Ja. Daarmee geef je volgens mij ook al antwoord op een andere vraag die binnenkwam. Is waar blijven de onderwerpen uit het RRZO? Die gaan dus naar het BAL. Amen. Ik ben even aan het kijken, ik moet even mijn bril opzetten. Ja, de vraag is, is de omgevingstafel ook aangewezen op een of andere manier in de omgevingsregeling? Nee, die is niet aangewezen. En allerlei afspraken die er gelden, die worden gewoon tussen partijen gemaakt. En onder de omgevingswet worden er geen regels opgenomen die gaan over dat soort samenwerkingen. En we hebben wel samenwerkingen geregeld. Nu ook zijn voorgeschreven in het BRZO bijvoorbeeld. En dan gaat het over de samenwerking bij toezicht en handhaving, met name toezicht natuurlijk. Ook de coördinatie door het bevoegd gezag WABO, wat dan straks het bevoegd gezag omgevingswet is. Die blijft dan ook nog steeds de coördinator en er moet samengewerkt worden bij de uitvoering van het toezicht. Misschien voor alle duidelijkheid, omgevingstafel is is een middel om je processen en samenwerkingsafspraken te gaan maken. Er zijn natuurlijk andere manieren om dat te doen. De omgevingstafel is daar een manier van om bij het initiatief dat op te pakken, maar je kunt het ook op een andere manier organiseren. Vraag van Diana Broers. In de omgevingsregeling is een verwijzing naar Cefeti. Is er in de omgevingsregeling ook een verwijzing naar de milieurisicoanalyse? Dat weet ik eigenlijk niet helemaal uit mijn hoofd. In ieder geval niet ter uitwerking van de Cefezo-regels zelf. Maar ik meen me te herinneren dat het wel inderdaad van belang is voor de aanvraagvereisten. En dat er bij een aantal aanvragen, waaronder ook die voor Cefezo-inrichtingen, er gegevens over die milieurisicoanalyse moeten worden verstrekt. Dus in ieder geval wel voor Cefezo-inrichtingen. Dat is wel geregeld, klopt. Ja. En ik zie hier nog een vraag van Henk van Wetten. Is de Cefezo-inrichting een milieubelastende activiteit of een inrichting met meerdere milieubelastende activiteiten? De milieubelastende activiteit die is omschreven als het exploiteren van een Cefezo-inrichting. Dus dat is één milieubelastende activiteit. En bij die omschrijving, hè, met name de definitie van Cefezo-inrichting is zoveel mogelijk bij de definitie van de Cefezo-richtlijn gebleven. Dat wil dus zeggen dat het best wel veel omvat. En dus alles wat zich op een Cefezo-inrichting, wat daar plaatsvindt, alle activiteiten daar, en dan gaat het ook over laden en lossen en dat soort zaken, dat valt allemaal onder de term, het begrip Cefezo-inrichting. Dus al die activiteiten worden ook geraakt door de regels. Maar het kan zijn dat er op een Cefezo-inrichting ook andere milieubelastende activiteiten worden verricht.
Het kan bijvoorbeeld een raffinaderij zijn. Nou, daar gelden ook specifieke regels voor in het BAL. Het kan ook een. Er kunnen ook gassen of vloeibare gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in opslagtanks. In de kleinere opslagtanks bedoel ik dan. En daarvoor gelden dan ook regels die zijn opgenomen in het BAL. Dus de CFESO-inrichting, de milieubelastende activiteit, het exploiteren van de CFESO-inrichting is heel veelomvattend. Daar valt veel in. Maar er kunnen daarnaast ook nog andere milieubelastende activiteiten zijn. Een vraag die daarop aansluit is, hoe zit dat met twee BSZO-bedrijven op één inrichting? Het hangt dan even van de feitelijke omstandigheden af of die moeten worden aangemerkt als één CFESO-inrichting of twee aparte. En dat zal ook voor een groot deel afhangen van het initiatief van de exploitanten. En hoe presenteren zij zichzelf? Willen ze er echt twee aparte CFESO-inrichtingen van maken? Of willen ze samen gaan in één CFESO-inrichting? Dus dat is één. Hè? Dus wat initiatiefnemers van plan zijn en willen, dat is van belang. Maar daarnaast natuurlijk ook de feitelijke omschrijvingen die uit de omgevings- of uit de CFESO-richtlijn voortvloeien. En dat kan ook betekenen, objectief beschouwd, dat er sprake is van één CFESO-inrichting. Ook gericht is op samenwerking van Stuart. Hoe wordt de samenwerking met de waterkwaliteitbeheerder geborgd? Nou, die samenwerking die wordt deels geborgd via het omgevingsbesluit, waarin is geregeld dat bepaalde informatie en onderdelen van het veiligheidsrapport moeten worden toegezonden aan de waterkwaliteitsbeheerder. En het is geborgd aan de vergunningverleningskant, die regelt dat de waterkwaliteitsbeheerders moeten worden betrokken bij de vergunningverlening. Dus in ieder geval de aanvraag krijgen en daar dan ook over kunnen adviseren. Een meer wetstechnische vraag. Zijn er in deze opzet nog wijzigingen te verwachten in de definitieve omgevingswet? Nee. Ik gaf net al eventjes aan dat het invoeringsbesluit nog dit jaar gepubliceerd zal gaan worden. Daar kunnen we nu geen wijzigingen meer aanbrengen. Dus het verhaal wat ik vandaag vertel, dat zo zal het ook komen te luiden in 2022. En de omgevingswet wordt natuurlijk nog wel veranderd op onderdelen. Het is al veranderd met de invoeringswet, waarmee een aantal onderdelen is toegevoegd. Maar daarnaast wordt de omgevingswet ook nog aangevuld via een aantal aanvullingssporen. De aanvullingswet bodem, aanvullingswet grondeigendom en de aanvullingswet geluid. En er komt ook nog een aanvullingswet natuur aan. Dus dat leidt wel tot een aantal wijzigingen van de omgevingswet, maar die raken niet de inhoud van de CFESO-regels. Dus wat er nu ligt, en waar jullie straks ook kennis van kunnen nemen als het invoeringsbesluit is gepubliceerd, dat is het ook. En daarnaast wil ik ook nog eventjes vermelden dat de invoeringsregeling, die regeling die wijzigt de omgevingsregeling nog op een aantal onderdelen, die zal ook dit najaar nog worden gepubliceerd. Dus nog dit jaar kan iedereen kennis nemen van alle regels zoals ze komen te luiden per 2022. Ik merk dat het gaat goed, want we gaan steeds meer de diepte in, merk ik, als ik naar de vragen kijk. Een vraag van Evert. Kan een CFESO-inrichting milieubelastende activiteit zodanig scheiden dat ze van een hoge drempelinrichting een lage drempelinrichting worden? Ja, dat is nogal technisch, denk ik. Alles kan, zou ik zeggen. Of het wenselijk is, dat is vers 2 natuurlijk. Eigenlijk vloeit het al min of meer al voort uit de CFESO-richtlijn, denk ik dan. Omdat er gewerkt wordt met drempels. En als er gewerkt wordt met drempels, dan valt er op de een of andere manier altijd wel een beetje te schuiven. Wat gevaarlijke stoffen naar het buurbedrijf om onder de regels uit te komen. Ik denk dat het in de praktijk wel meevalt. Maar goed, dat zeg ik met gebrek aan kennis over de praktijk. Dus het kan best zijn dat er individuele bedrijven zijn die proberen onder de regels uit te komen.
Ja, ik weet niet of ze er heel veel mee opschieten, hè, als ze van een hoge drempel inrichting een lage drempel inrichting worden. Ja, ze hebben niet meer de verplichting om een veiligheidsrapport op te stellen en het intern noodplan niet. Maar dat zijn feitelijk zaken die ook al voor een heel groot deel in het veiligheidsbeheerssysteem terugkomen. Dus ja, heel veel schieten bedrijven daar niet mee op. Kijk, nog een vraag. Het kan ook voorkomen dat er meerdere BRSTO-installaties staan bij één bedrijf. Hoe werkt dat? Hier wordt het voorbeeld genoemd van Tata Steel. Ja, nou ja, een BRSTO-inrichting kan natuurlijk bestaan uit meerdere BRSTO-installaties. Zo staat het in wezen ook in de Seveso-richtlijn zelf. Die richtlijn die gaat er zelfs van uit dat iedere BRSTO-installatie ook een eigen exploitant kan hebben. Dan in zo'n situatie heb je één Seveso-inrichting die bestaat uit meerdere Seveso-installaties. En waarbij iedere Seveso-installatie ook een eigen exploitant heeft. De regels zijn dan natuurlijk wel zo dat al die exploitanten op die ene Seveso-inrichting moeten samenwerken. En dus met name daar waar het gaat om interne domino-effecten bijvoorbeeld. Dat zal wel allemaal beschreven moeten worden, ook in het VBS. En de maatregelen die getroffen worden om de gevolgen bijvoorbeeld te beperken of de preventieve maatregelen moeten wel zijn toegesneden op ook die interne domino-effecten. Hier heb ik even mijn bril voor nodig. Dat is een wat uitgebreidere vraag. Als het exploiteren van een Seveso-inrichting de milieubelastende activiteit is, hoe kan dan een kleinere tank met gas op die inrichting een aparte milieubelastende activiteit zijn? Ze vallen toch allemaal onder het exploiteren van de Seveso-inrichting? Ja, dat klopt. In wezen is er dan sprake van twee milieubelastende activiteiten. Maar het wil niet zeggen dat die kleinere tank, waar specifieke regels voor gelden, dat die niet vallen onder de milieubelastende activiteit het exploiteren van de Seveso-inrichting. Die omschrijving van Seveso-inrichting is dermate ruim dat ook die kleine tankjes die zich bevinden op die inrichting allemaal onder de milieubelastende activiteit van het exploiteren valt. Dus ook die kleinere tanks die moeten worden meegenomen in het veiligheidsbeheerssysteem en dergelijke en de noodprocedures voor het intern noodplan. Maar er gelden wel specifieke regels voor die kleinere tanks. En dat gaat met name om regels die zijn opgenomen in de PGS-richtlijnen. Dus voor de inhoud van de externe veiligheidsregels die gelden voor die mobiele tank of voor die kleinere tanks, daarvoor wordt verwezen naar de relevante PGS-richtlijnen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking. Dat kan ook een onderdeel zijn van de Seveso-inrichting. Op de Seveso-inrichting kan een PGS-15-loods aanwezig zijn. En ook voor die PGS-15-loods gelden dan regels van het BAL. En het BAL verwijst daarvoor naar PGS-15. Voor de inhoud van die regels. Dus het gaat samen. Volgens mij zijn we voorlopig even goed met de vragen. Oh nee, nog niet. Komt er altijd nog eentje binnen. Is het advies van de waterkwaliteitsbeheerder een bindend advies? Bindende adviezen kennen we niet onder de omgevingswet. Dus nee, dat is geen bindend advies. En ja, de combinatie bindend en advies, dat lijkt ook een beetje een contradictio in terminus. Want ja, als het een advies is, is het in wezen nooit bindend. Maar ik snap wat de vragensteller bedoelt. Het bevoegd gezag kan natuurlijk altijd gemotiveerd afwijken. Maar gemotiveerd. Dus een advies kan nooit zomaar naast je neergelegd worden. Nou, ik denk dat we nog, gelet op de tijd, ruimte hebben voor twee vragen. Hebben we nog vragen, Wim? Ik geloof het wel, hè? Ik pak even mijn bril er weer bij, want dat is, voor een wat langere vraag is dat nodig. Dan spiegel ik even. Het begrip milieubelastende activiteit is omschreven met de toevoeging waarbij onder andere lozingsactiviteiten zijn uitgezonderd. Hoe zijn de lozingsactiviteiten geborgd? Ja, als we bijvoorbeeld in hoofdstuk 3, ik ga in het tweede deel ga ik er wat uitgebreider op in. De hoofdstuk 3 gaat over de richtingaanwijzers, dus dat wijst aan
Welke regels gelden voor welke activiteit. In de paragraaf in hoofdstuk 3 over Seveso-inrichtingen, daar is de milieubelastende activiteit aangewezen, het exploiteren van een Seveso-inrichting. Daarnaast is ook als vergunningplichtig aangewezen het lozen vanaf een Seveso-inrichting. Dus alle lozingen van Seveso-inrichtingen zijn vergunningplichtig. Verder is er in zijn algemeenheid in hoofdstuk 3 een regel opgenomen over lozingsactiviteiten die zegt dat op het moment dat er vanaf een aangewezen milieubelastende activiteit wordt geloosd, en dat kan van alles zijn, het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam, maar ook het brengen van warmte, het lozen van koelwater bijvoorbeeld, dat in zijn algemeenheid altijd een lozingsactiviteit is. Dus als je een milieubelastende activiteit hebt en daar vinden lozingen plaats, dan zijn dat automatisch aangewezen lozingsactiviteiten. Als er nog vraag tijd is voor één vraag, dan is dat de volgende. Waar is geregeld dat er meerdere exploitanten binnen één Seveso-inrichting actief kunnen zijn, vanwege het feit dat er meerdere Seveso-installaties aanwezig zijn? Dit staat eigenlijk met zoveel woorden in de Seveso-richtlijn zelf. In het BAL hebben we de milieubelastende activiteit niet als zodanig omschreven. Dus de MBA is omschreven als het exploiteren van een Seveso-inrichting. Alleen, ook één installatie kan een inrichting zijn. Dus ook als je één installatie exploiteert, waarbij de drempelhoeveelheden worden overschreden, dan is dat een MBA, omdat je dan een Seveso-inrichting exploiteert. Verder hebben we geen specifieke regels opgenomen over het splitsen. Dus we hebben wel in de nota van toelichting hebben we aangewezen dat een Seveso-inrichting voor de toepassing van de algemene regels niet gesplitst kan worden. Daarmee kun je dus ook niet ontwijkgedrag bijvoorbeeld vertonen. Het schiet me nu trouwens te binnen, dus dat is ook iets wat. Want daar werd net een vraag over gesteld. Hè? Als een Seveso-inrichting zijn activiteiten gaat opsplitsen, kunnen ze dan van hoge drempel een lage drempel inrichting worden? Op zich denk ik dat dat wel kan, maar als het gaat om de toepassing van de regels, dan kan dat in wezen niet. Je kan niet het exporteren van een Seveso-inrichting kan je niet twee aparte activiteiten maken om onder de regels uit te komen. Bij het tweede deel van dit webinar. Hier gaan we wat meer in op de inhoud. Hè. Waar landen nu de verschillende onderdelen van het BSZO 2015 in het nieuwe stelsel? Eerder in het eerste deel liet ik zien dat de regels landen in drie ANVB's. Het BAL, het BKL en het omgevingsbesluit. Ik begin eerst met het BAL. In het BAL zijn dus activiteiten geregeld in de leefomgeving. En eigenlijk de grootste categorie aan activiteiten, dat zijn de milieubelastende activiteiten. En de milieubelastende activiteiten die zijn geregeld in de hoofdstukken 2 tot en met 5. En verder een aantal definities die van belang is en die zijn opgenomen in bijlage 1 bij het BAL. Hoofdstuk 2 bevat een aantal algemene regels die van toepassing zijn op alle milieubelastende activiteiten. Er is bijvoorbeeld geregeld wie het bevoegd gezag is voor de regels. Als er een omgevingsvergunning verplicht is voor een milieubelastende activiteit, Dan daarvoor is in hoofdstuk 2 geregeld dat het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning ook het bevoegd gezag is voor de algemene regels die gelden voor die milieubelastende activiteit. En voor Seveso-inrichtingen betekent dat dus dat gedeputeerde staten niet alleen het bevoegd gezag zijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning, maar ook het bevoegd gezag voor de toezicht en handhaving van de algemene regels die gelden voor Seveso-inrichtingen. In hoofdstuk 2 is ook een normadressaat geregeld en dat is de algemene regel dat degene die de activiteit verricht verplicht is om deze ook na te leven.
Dus voor de Seveso-regels is dat degene die de Seveso-inrichting exploiteert. In hoofdstuk 2 is ook een specifieke zorgplicht opgenomen. De wet kent een algemene zorgplicht die voorschrijft dat er zorg voor de leefomgeving in acht moet worden genomen. Die algemene zorgplicht die is dus specifieker gemaakt voor milieubelastende activiteiten, maar ook lozingsactiviteiten in hoofdstuk 2. Van belang daarbij is op te merken dat het BSZO natuurlijk ook een soort van zorgplicht kent, artikel 5. De verplichting om alle maatregelen te treffen. Dat artikel, het wordt wel een ander artikel, ik zal dat straks nog uitleggen, maar dat blijft wel zelfstandig bestaan. We hebben wel gespeeld met het idee om dat artikel op te laten gaan in de specifieke zorgplicht van hoofdstuk 2, maar ja, dat bleek om allerlei omstandigheden of om allerlei redenen bleek dat niet zo heel erg handig. In hoofdstuk 2 zijn ook wat regels opgenomen over maatwerk. Er kunnen maatwerkvoorschriften worden gesteld en maatwerkregels. Maatwerkregels, dat zijn algemene regels die bijvoorbeeld door een gemeente in het omgevingsplan kunnen worden opgenomen. En die werken dan generiek. Maar er kunnen ook beschikkingen worden afgegeven, maatwerkvoorschriften. En met maatwerkvoorschriften kan ook worden afgeweken van de algemene regels die in het BAL zijn opgenomen. Maar daarvoor worden wel een aantal uitzonderingen gemaakt. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om met een maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels over Seveso-inrichtingen. Want dan zou er strijd kunnen gaan ontstaan met de Seveso-richtlijn. En daar waar sprake is van richtlijnimplementatie, zijn de mogelijkheden voor het stellen van maatwerk beperkt. Dat geldt ook voor IPPC-installaties. Dus afwijken is niet mogelijk. Nou, dat is iets te ruim gesteld. Wij hebben het zo vormgegeven dat versoepeling van de regels voor Seveso-inrichtingen niet mogelijk is. Dus eventuele aanscherpingen zou nog wel kunnen. Nou, tot slot in hoofdstuk 2 zijn er ook regels opgenomen over ongewone voorvallen. De wet zelf, de omgevingswet zelf, kent daar al een aantal artikelen over. In het BAL is geregeld dat bij een ongewoon voorval het bevoegd gezag daarover moet worden geïnformeerd. En in de wet is geregeld dat een zwaar ongeval, in de betekenis van de Seveso-richtlijn, altijd moet worden aangemerkt als een ongewoon voorval. Dus daar kan in de praktijk geen discussie over gaan ontstaan. Nou, hoofdstuk 3, dat wordt de richtingaanwijzer genoemd. Nou, waarom noemen we dat nou een richtingaanwijzer? Omdat in hoofdstuk 3 is geregeld welke algemene regels er van toepassing zijn op een bepaalde bedrijfstak. En hoofdstuk 3 kent een indeling naar bedrijfstakken. Er zijn bijvoorbeeld activiteiten aangewezen in de nutsector en de industrie, het afvalbeheer, de agrarische sector, transport, logistiek en ondersteuning en mijnbouw. Daarnaast is er een aparte categorie van de complexe bedrijven. En die zijn aangewezen in afdeling 3.3. En daar vinden we de Seveso-inrichtingen. En tot slot hebben we ook nog een aantal bedrijfstakoverschrijdende activiteiten. Dat zijn activiteiten die in verschillende bedrijfstakken kunnen voorkomen. En ja, het was niet zo handig om dergelijke regels op te nemen voor een specifieke bedrijfstak. Omdat ze, nou ja, wat ik al zei, in verschillende bedrijfstakken kunnen voorkomen. Denk aan het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking. Of het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen in opslagtanks. Dergelijke activiteiten kunnen in meerdere branches voorkomen. En daarom zijn ze opgenomen in afdeling 3.2. Dat zijn de bedrijfstakoverschrijdende activiteiten. En als een bedrijf wil weten welke regels van toepassing zijn op zijn activiteiten, dan zal die niet alleen moeten kijken in welke bedrijfstak die valt, om dan doorgewezen te worden naar de specifieke regels in hoofdstuk 4, maar ook in afdeling 3.2, waarin die bedrijfstakoverschrijdende activiteiten zijn geregeld. Nou, hoe werken die richtingaanwijzers die zijn opgenomen? Ik gaf al aan, de indeling is naar bedrijfstakken, maar ook complex bedrijf en die overkoepelende activiteiten. Per bedrijfstak, we noemen dat dan de milieubelastende activiteiten, is aangegeven
één of een omgevingsvergunning verplicht is. Dat noemen we dan de aanwijzing van de vergunningplichtige gevallen. En twee, welke algemene regels in hoofdstuk 4, maar ook in hoofdstuk 5 van toepassing zijn. Een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld het opslaan van meer dan 10.000 kilogram aan gevaarlijke stoffen in verpakking. En onder gevaarlijk verstaan we dan ADR geclassificeerd. Dat is aangewezen als vergunningplichtig. En in dit geval zijn er dan geen algemene regels op van toepassing. Dus het bevoegd gezag zal in de vergunning hierover voorschriften moeten opnemen. En daarbij kan natuurlijk wel gebruik worden gemaakt van de PGS-richtlijnen, in dit geval PGS 15. Ook als vergunningplichtig natuurlijk is aangewezen het exploiteren van een CV-zo-inrichting. Maar hier is weer van belang op te merken dat niet alleen maar sprake is van een vergunningplicht, dat de voorschriften dus aan de omgevingsvergunning moeten worden verbonden, maar dat er daarnaast ook algemene regels gelden. En die regels die staan voor CV-zo-inrichtingen in paragraaf 4.2. Als een bedrijf in verschillende bedrijfstakken valt, ik gaf dat net al eventjes aan in een antwoord op een gestelde vraag, dan kunnen er meerdere paragrafen in hoofdstuk 4 gelden. Nou, wat van groot belang is als je het bal gaat raadplegen, dat is dat je eerst in hoofdstuk 3 gaat kijken. Maak niet de fout door meteen in hoofdstuk 4 te gaan bladeren, tenzij je natuurlijk het bal al heel goed kent en precies weet hoe de richtingaanwijzers luiden. Nee, kijk eerst in hoofdstuk 3 onder welke bedrijfstak val je, of is er sprake van een complex bedrijf, hè? En zo ja, welk bedrijf dan? En ga vervolgens dan in die regels kijken die in hoofdstuk 3 zijn aangewezen. Bijvoorbeeld, in paragraaf 3.1.1 is het exploiteren van een CV-zo-inrichting aangewezen als milieubelastende activiteit. En ook in die paragraaf is dan aangegeven dat de regels gelden die zijn opgenomen in paragraaf 4.2. Dus via hoofdstuk 3 word je geleid naar de goede paragraaf in hoofdstuk 4. Zoiets geldt ook voor het opslaan van brandbare vloeistoffen in bovengrondse opslagtanks. En dat is een 3.2 activiteit, een afdeling 3.2, die overkoepelende activiteiten. Daarbij, voor die activiteit, word je direct doorverwezen naar paragraaf 4.93. En voor opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking wijst hoofdstuk 3 je direct door naar paragraaf 4.98. Dus dat is dus enerzijds de werking van de richtingaanwijzers en anderzijds van nou, wat kun je aan soort van regels vinden in hoofdstuk 4. Alle paragrafen in hoofdstuk 4 hebben eenzelfde soort van opbouw. Voor CV-zo-inrichtingen wijkt die wel wat af, hè, omdat we daar de CV-zo-richtlijn moeten gaan implementeren. Maar over het algemeen bevatten die regels, die paragrafen, bevatten regels die in de eerste artikel zeggen wat het toepassingsbereik is van de paragraaf. Vervolgens een artikel over de melding die moet worden gedaan op het moment dat iemand begint met de activiteit. En vervolgens komen er regels die soms ook gaan over externe veiligheid, over de bescherming van de bodem, over luchtemissies, over emissies naar het water en de lozingsvoorschriften. Dus dat is de opbouw. Paragraaf 4.2 kent dus een specifieke opbouw. Het begint logischerwijs ook hier met een artikel over toepassingsbereik. Nou, heel simpel. Deze paragraaf is van toepassing op het exploiteren van de CV-zo-inrichting. Nou, eigenlijk was je al op dat spoor gezet in hoofdstuk 3, hè, want hoofdstuk 3 gaf dat al aan waar het om gaat. En dat je paragraaf 4.2 moet toepassen. Het tweede artikel dat hangt samen met de grondslag. Hè, een van de grondslagen van de CV-zo-regels die zijn opgenomen ook in deze paragraaf. Deze paragraaf die is niet alleen maar gebaseerd op de omgevingswet, maar ook op de arbeidsomstandighedenwet en de wet veiligheidsregio's. En nou, in deze paragraaf is geregeld dat de regels van overeenkomstige toepassing zijn op de werkgever. Ja, als je kijkt naar het normadressaat zoals dat is geregeld in het BAL, dan is dat toegespitst op degene die de CV-zo-inrichting exploiteert. En dat zou een ander kunnen zijn dan de werkgever. En net als in het huidige BSZO
is dus geregeld dat de regels ook gelden voor de werkgever. De kennisgeving die nu in het BZO staat, hè, als een inrichting wordt opgericht bijvoorbeeld, dan moet er een kennisgeving worden gedaan en daar moeten een aantal gegevens bij worden gevoegd. Dat begrip kennisgeving, dat komt niet terug. Dus dat noemen we anders en dat hangt samen met de uniformering van de regels onder de omgevingswet. We noemen dat nu dan het verstrekken van gegevens en bescheiden. Maar in de kern komt dat precies op hetzelfde neer. Hè. Er is geregeld dat als je een inrichting of een nieuwe activiteit begint, hè, in dit geval dan je gaat een nieuwe CVSO-inrichting exploiteren, dan moet je daarover gegevens en bescheiden verstrekken aan het bevoegd gezag. Dat geldt ook bij het wijzigen van de CVSO-inrichting. Dus als er bepaalde wijzigingen zijn, dan moet je daar ook gegevens en bescheiden over verstrekken aan het bevoegd gezag. Ja, de artikel 5 van het BRZO, de verplichting om alle maatregelen te treffen, het centrale artikel van het BRZO. Wij konden het helaas niet meer artikel 5 laten zijn, hè, omdat alle artikelen in hoofdstuk 4 beginnen met 4. Dus het is 4.9 geworden. Dus dat zal voor de partij eventjes wennen zijn. Hè, want artikel 5, dat is toch wel, dat is wel iets. Iedereen die weet wat artikel 5 is, in ieder geval de mensen die zich in de praktijk met het BRZO bezighouden. Nou, 4.9 zit daar heel dichtbij. Als je denkt aan 4.9, dan zit je heel dicht bij 5. Dus misschien is het op die manier te onthouden. Inhoudelijk is dat artikel hetzelfde als het huidige artikel 5. Dus daar verandert niets. Ook niets verandert het ten aanzien van de verplichting om een preventiebeleid te hebben. En er hangt een ander artikelnummer aan vast, maar het hebben van een preventiebeleid, dat is nog steeds verplicht. En waar dat aan moet voldoen, die eisen die zijn ook nog steeds precies hetzelfde. Hetzelfde geldt voor het veiligheidsbeheersysteem. En net als in het huidige BRZO en RZO wordt verwezen naar de CVSO-richtlijn. En naar de bijlagen bij de CVSO-richtlijn waar het VBS aan moet voldoen. Er gelden ook verplichtingen voor aangewezen domino-inrichtingen. Die aanwijzing hoe dat werkt in het nieuwe stelsel, dat zal ik straks nog eventjes uitleggen als ik bij het BKL terechtkom. Maar op het moment dat een inrichting is aangewezen als domino-inrichting, dan gaan de verplichtingen gelden die zijn opgenomen in paragraaf 4.2 van het BAL. Ook het veiligheidsrapport is in deze paragraaf geregeld. Verplichting voor hoge drempelinrichtingen. Ook het internoodplan en de actuele stoffenlijst die aanwezig moet zijn. Het grootste verschil met het huidige systeem is dat alle verplichtingen dus op het niveau van ANVB staan. Dus alle verplichtingen voor de CVSO-inrichtingen die staan in het BAL. Je hoeft niet in de omgevingsregeling te kijken, want daarin staan geen verplichtingen, specifieke verplichtingen voor CVSO-inrichtingen. En dat hangt samen met de delegatiesystematiek. Dat is een beetje wetgevingstechnisch, maar de omgevingswet staat het niet toe dat bij of krachtens ANVB nadere regels worden gesteld. En dus de wet bepaalt zelf al welke regels in een ANVB komen en welke regels in de ministeriële regeling terecht moeten komen. Dus dat voor zover van belang het BAL, het besluit kwaliteit leefomgeving, het BKL. Ik noemde dat net ook al eventjes kort toen ik het had over de domino-inrichtingen. Want onder de omgevingswet werken we met een aantal centrale instrumenten. De omgevingsvergunning, het omgevingsplan, de omgevingsverordening. Dat zijn allemaal instrumenten die worden onderscheiden in de omgevingswet. De aanwijzing, ik weet eigenlijk ook niet precies hoe je die nou moet, hoe je dat instrument moet zien in het BRZO. Is dat, ik denk dat het een beschikking is, maar het is verder niet uitgewerkt. Er staat alleen maar dat inrichtingen kunnen worden aangewezen. En zo'n aanwijzing, dat zal een beschikking zijn. Nou, dat was wat onhandig om dat in het nieuwe systeem, in het nieuwe stelsel, op die manier ook weer in te bouwen. Dus we hebben ervoor gekozen om die aanwijzing van domino-inrichtingen te regelen in de omgevingsvergunning.
En in het BKL is bepaald dat bij de beoordeling van een vergunningaanvraag die gaat over het exploiteren van een Seveso-inrichting, dat het bevoegd gezag die domino-effecten moet gaan beoordelen. En dus als er andere Seveso-inrichtingen in de nabijheid van de inrichting voorkomen, de inrichting waarvoor een aanvraag is ingediend, dan moet het bevoegd gezag beoordelen of er sprake kan zijn van domino-effecten. Op het moment dat er sprake is van een domino-effect, wordt dan verderop in het BKL geregeld dat daarover een voorschrift in de omgevingsvergunning moet worden opgenomen. En het vergunningvoorschrift houdt dan in, u bent aangewezen als domino-inrichting. En op het moment dat dat is gebeurd, dan treden dus een aantal verplichtingen in werking die in het BAL zijn geregeld in paragraaf 4.2. Dus iets anders dan op dit moment is geregeld in het DSZO. Het omgevingsbesluit. Om daar een aantal vragen over te stellen? Prima, ja. Uitstekend. De eerste vraag is het niet of onjuiste strekken van gegevens ook handhaafbaar of strafbaar gesteld? Even kijken, dat is dan het BAL. Hè? In paragraaf 4.2 is geregeld wanneer bepaalde gegevens en bescheiden moeten worden verstrekt. Bijvoorbeeld als je een nieuwe Seveso-inrichting gaat exploiteren of als je in de Seveso-inrichting iets wijzigt. En dat noemen we nu dan een kennisgeving. Ja, op het moment dat je verzuimt als bedrijf om gegevens en bescheiden te verstrekken en de inrichting wijzigt wel, en dat is dus ook verplicht om daar gegevens over te verstrekken, ja, dan is dat een overtreding. En ja, in dit geval is dat ook een strafbaar feit. Want de overtredingen die zijn strafbaar gesteld via de wet op de economische delicten. Dus er kan zowel een vervolging worden ingesteld door het Openbaar Ministerie. Hè, en er kan ook een bestuurlijk handhavingstraject in gang worden gezet. Nog een andere vraag. Er wordt gesteld dat een zwaar ongeval altijd een ongewoon voorval is. Betekent dit dat een zwaar ongeval, waarbij geen nadelige gevolgen voor het milieu zijn, toch een ongewoon voorval is? Ja, als dat gekwalificeerd kan worden als een zwaar ongeval, dan is dat automatisch ook een ongewoon voorval. Dat klopt, ja. Dus dan hoef je niet meer te kijken. Hè. Het gaat er ook om. Het gaat er niet alleen maar om dat er ook daadwerkelijk grote effecten of gevolgen zijn voor de leefomgeving. Maar ook om ongewone voorvallen die gevolgen kunnen hebben. Helder. Daar is aanvullend nog een vraag op gesteld. Wordt er een onderscheid gemaakt tussen een zwaar ongeval en een bijna ongeval? Nee, niet anders dan in het huidige recht. Dus dat, daar verandert niets. Okay. Dus dat, ja, dat kan allebei. Mooi, dan hebben we nog een laatste vraag, denk ik, en dan kunnen we weer verder. Is het overgangsrecht opgenomen met betrekking tot de reeds aangewezen domino-inrichtingen? Ja, we hebben verschillende overgangsrechtelijke regels. Ook voor domino-inrichtingen. Wat wil zeggen dat de inrichtingen die op dit moment zijn aangewezen, of in ieder geval uiterlijk 31 december 2021 zijn aangewezen, dat die beschikkingen gewoon doorwerken als de omgevingswet in werking treedt. Dus die worden dan beschouwd als zogenoemde vergunningvoorschriften, waarbij de inrichting is aangewezen als domino-inrichting. Waar ik ook nog eventjes op terug wil komen, maar dat doe ik liever eventjes aan het einde. Goed, het omgevingsbesluit. Omgevingsbesluit bevat dus regels over procedures die moeten worden gevolgd. Bijvoorbeeld bij het, het opstellen van omgevingsplannen en het opstellen van omgevingsvergunningen. Maar ook de regels over toezicht en handhaving staan in dit besluit, in hoofdstuk 13. Waarbij de eerste twee afdelingen gaan over de huidige kwaliteitseisen voor de handhaving. En het basistakenpakket voor de omgevingsdiensten. Dat is hier geregeld, 13.2. En de specifieke regels over toezicht en handhaving bij Seveso-inrichtingen is opgenomen in de afdelingen 13.3 en 13.4. Dus in 13.3 van het omgevingsbesluit, daarin is geregeld dat het bevoegd gezag de coördinerende rol heeft.
dezelfde coördinerende rol die het bevoegd gezag nu ook heeft. Hierin staan ook de regels over het onderzoeken van het veiligheidsrapport. En de samenwerking daarbij tussen de verschillende inspectiediensten. Net als nu, hè, we noemen dat in het BSZO, noemen we dat dan een inspectiesysteem, een inspectieplan en een inspectieprogramma. Met de omgevingswet hebben we meer aansluiting gezocht bij het begrippenkader van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dus we hebben het niet over inspectie, maar over toezicht. Dus geen inspectiesysteem, maar een toezichtssysteem. Geen inspectieplan, maar een toezichtsplan en een toezichtsprogramma. Dus dat zal voor de praktijk even wennen zijn, maar dat zal snel genoeg gaan gebeuren, denk ik. In deze afdeling zijn ook regels opgenomen over de uitvoering van het toezicht. Het verschil bijvoorbeeld tussen het routinematige toezicht en het niet-routinematige toezicht. De frequentie van de toezichtsbezoeken die moeten worden afgelegd, dat soort zaken. Ook allemaal geregeld in deze afdeling. En wat ook niet wijzigt ten opzichte van de huidige praktijk, dat is de openbaarmaking van bevindingen. Dus ook de openbaarmaking van de rapporten, de toezichtsrapporten, dat blijft allemaal hetzelfde. Sanctionering staat in afdeling 13.4. Hierin is de bestuurlijke handhaving geregeld van de arbeidsomstandighedenwet. Dan zou je misschien denken, wat een gekke plek om dit te regelen. Want dit is specifiek arbeidsomstandighedenwet. En dit is een uitvoeringsbesluit van de omgevingswet. Maar dat hangt ermee samen dat we de regels voor CVSO-inrichtingen zoveel mogelijk bij elkaar wilden houden. Net als nu ook met het BSZO aan de hand is. Dus alle regels die gaan over de sanctionering, het toezicht en dergelijke voor CVSO-inrichtingen hebben bij elkaar gezet. En dit specifieke onderdeeltje geeft dan uitvoering aan de arbeidsomstandighedenwet. Dus dat heeft verder niks met de omgevingswet te maken, maar geeft gewoon uitvoering aan de arbeidsomstandighedenwet. Dus hierin is de bevoegdheid geregeld om een last onder bestuursdwang op te leggen. Bevoegdheid voor de inspectie sociale zaken en werkgelegenheid. En het opleggen van de bestuurlijke boete. En daarnaast ook de strafbaarstellingen. En dan ook de strafbaarstellingen die samenhangen met de wet veiligheidsregio's. Dus specifieke onderdelen in paragraaf 4.2 van het BAL, de verplichtingen voor de CVSO-inrichtingen, die een nadere invulling geven aan de informatieverschaffingsverplichting van de wet veiligheidsregio's, die zijn dus ook strafbaar gesteld via het omgevingsbesluit. En daarnaast ook nog een aantal strafbaarstellingen van bepalingen die op de arbeidsomstandighedenwet zijn gebaseerd. Misschien goed om deze nog eventjes uit te vergroten. Dat zal ik zelf eventjes doen. Hier eventjes een tabel met een overzicht van de verschillende artikelen van het BSZO en waar deze landen in het nieuwe stelsel. Nou, artikel 5 van het BSZO. De verplichting om alle maatregelen te treffen. Dat wordt dus artikel 4.9 van het BAL. Die kennisgeving, dat wordt een artikel verstrekken van gegevens en bescheiden. Dat worden twee artikelen. 4.5 en 4.6 in het BAL. Nou, het preventiebeleid, aanwijzing van domino-inrichtingen. Of het preventiebeleid is dan in het BAL geregeld, aanwijzing van domino-inrichtingen in het BKL. En de verplichtingen die in werking treden als een inrichting is aangewezen, die staan dus in paragraaf 4.2 van het BAL. Opstellen veiligheidsrapport, natuurlijk ook het BAL. Het beoordelen van het veiligheidsrapport, het opstellen en het beoordelen staat nu in één artikel, artikel 10 van het BSZO, in de omgevingswet. En dat hangt samen met die andere systematiek, en meer gericht op de doelgroepen, dus een andere ordening, is de beoordeling geregeld in het omgevingsbesluit. Het inspectiesysteem en plan en programma, dat noemen we dus het toezichtssysteem, toezichtplan en toezichtprogramma in afdeling 13.3. En die aanwijzing van die strafbare feiten, dat heb ik net ook laten zien. En de bestuurlijke boete. Helemaal onderaan, en dat is relevant, daarin staat nieuw voor het bevoegd gezag, omgevingswet, is de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen. Voor onder andere voor overtredingen van regels die gelden voor CVSO-inrichtingen.
En dat is geregeld in artikel 18.11 van de Omgevingswet. Dus dat wordt nog wel een echt een nieuw ding waar de praktijk zich nog wel op mag gaan voorbereiden. Nou, wat blijft nu hetzelfde? Het is al aan de orde geweest, maar het lijkt me goed om het nog eventjes samen te vatten. Alle inhoudelijke verplichtingen zoals die nu ook gelden voor de bedrijven, hè, voor de CV-inrichting, die blijven allemaal hetzelfde. Dus ook in het nieuwe systeem behouden we de verwijzingen naar de verschillende bijlagen bij de CV-richtlijn. En dan gaat het om het VWS, het veiligheidsrapport, intern noodplan, maar ook om de lijsten met gevaarlijke stoffen. En dus om te bepalen of je de drempelhoeveelheden overschrijdt. Daarvoor moet je ook kijken naar de bijlagen bij de CVSO-richtlijn. Nou, dat ook de werkgever en de ZZP'er normadressaat blijven. En dat wordt ook gecontinueerd. Dat heb ik net uitgelegd. De coördinatie van het toezicht door het bevoegd gezag, Omgevingswet, dat blijft ook in stand. De wijze waarop toezicht wordt uitgevoerd. Hè, er zitten een aantal harde regels zoals ze nu ook staan in het BRZO over inspectiefrequentie en dergelijke. Dat blijft gewoon in stand. En hoe de inspectiediensten daar zelf mee omgaan. Hè, met de inspectiemethodiek die is afgesproken bij het beoordelen van veiligheidsbeheersystemen. Dat blijft gewoon in stand. Er zal denk ik wel moeten worden gekeken van misschien wat onderdeeltjes moeten nog wat worden bijgesteld. Iets andere begrippen die worden gehanteerd, maar in grote lijnen die methode blijft gewoon hetzelfde. Ook het uitwisselen van informatie verplicht gesteld voor de drie inspectiediensten, dat blijft ook gewoon bestaan. Het openbaar maken van toezichtsrapporten, nou daar zijn afspraken over gemaakt, die blijven gewoon staan. En dus die blijven gewoon inzichtelijk via de website van BSZO Plus. De sanctiestrategie, de landelijke sanctiestrategie, die kan gewoon blijven zoals die is, maar het zal wel nodig zijn om die te actualiseren. Al die wetsartikelen waarnaar wordt verwezen, artikelen in het BSZO en de RSZO, dat zal allemaal moeten worden omgezet naar artikelen van het BAL, de relevante daarvan. En wat ook hetzelfde blijft, dat is de uitvoering van de BSZO-taken door dezelfde 6 omgevingsdiensten. Die omgevingsdiensten die worden aangewezen in het omgevingsbesluit en daar verandert dus ook niets in. Nou, wat zijn dan wel nieuwe aspecten? We spreken niet meer van inrichtingen. Moet mezelf eigenlijk direct corrigeren, want we hebben het nog wel over CVSO-inrichtingen. Maar het aangrijpingspunt inrichting kennen we niet meer onder de Omgevingswet. Het aangrijpingspunt inrichting voor het stellen van allerlei regels over milieubelastende activiteiten. Dat komt niet meer terug. Bij CVSO-inrichtingen blijven we natuurlijk nog wel spreken over het exploiteren van een CVSO-inrichting. Bij de definitie van CVSO-inrichting sluiten we meer aan bij de omschrijving in de CVSO-richtlijn. Dus we hebben niet meer die weg via het inrichtingenbegrip van de wet milieubeheer. Dat is niet meer relevant. Uitbreiding van het normadressaat. Hij is van toepassing. De regels zijn ook van toepassing op de werkgever en de ZZP'er. Maar daarnaast hebben we in navolging wat erover staat in de CVSO-richtlijn, hebben we ook opgenomen dat degene die de controle heeft over de CVSO-inrichting, ook normadressaat is voor de regels. Nou, is dat wat apart? Hè? Het is in een artikel gezet wat specifiek gaat over arbeidsveiligheid. Dus we hebben ook gezegd van deze uitbreiding, en naar degene die de controle heeft, dat geldt alleen maar voor de regels die uitvoering geven aan de arbeidsomstandighedenwet. Want onder de omgevingswet zeggen we dat normadressaat is degene die zeggenschap heeft over de activiteiten. Zeggenschap heeft over de milieubelastende activiteiten. Dus die besluit wanneer een activiteit begint, wanneer die ophoudt en neemt ook beslissingen over eventuele noodzakelijke investeringen. Dus degene die zeggenschap heeft, dus degene die al normadressaat is onder de omgevingswet, dat is automatisch ook degene die de controle heeft.
Maar in de wetgeving, in de arbeidsomstandighedenwetgeving, is dat net iets anders geregeld. En samen met het ministerie van SZW zijn we ertoe gekomen dat we deze dan expliciet als invulling geven aan de regels over arbeidsomstandigheden. Ik heb ook geen idee hoe dit in de praktijk gaat uitwerken. Maar je kan je voorstellen dat bij Amerikaanse bedrijven die hier activiteiten ontplooien in Nederland. En waarbij het Amerikaanse moederbedrijf de touwtjes in handen heeft. En dan kun je zeggen van nou, dat Amerikaanse bedrijf dat heeft de controle over de activiteiten in Nederland. En dan zou je dus ook het moederbedrijf in Amerika moeten kunnen aanschrijven als de regels niet worden nageleefd. Nieuw dus dat we niet meer over inspectie spreken, maar over toezicht. Dus nou, ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat dat is ingeburgerd. Want inspectie dat is wel een soort van kernbegrip wat gebruikt wordt. En nou, een nieuw element is dus dat ook het bevoegd gezag omgevingswet een bestuurlijke boete kan opleggen. En nou, dat is nog wel een dingetje om eventjes goed over na te denken. Want een bestuurlijke boete, dat is een bestraffende sanctie. Hè, dat is anders dan de gebruikelijke bestuurlijke handhavingsmiddelen. Als de last onder dwangsom en de last onder bestuursdwang. Want die zijn gericht op herstel. En de bestuurlijke boete is puur gericht op bestraffing. En ja, daar gelden dus ook wat zwaardere maatstaven voor. De waarborgen die bekend zijn in het strafrecht. Dus dat is wel iets om eventjes goed over na te denken. En ja, die bestuurlijke boete zal natuurlijk ook terug moeten komen in de landelijke handhavingsstrategie van de drie inspectiediensten. Het is gewoon een nieuw instrument. Dus er zou moeten worden bedacht waar die bestuurlijke boete ingezet zou kunnen worden. Nou, nog wat praktische zaken die in ieder geval in mijn ogen uiterlijk voor 2022 geregeld moeten worden. De mandaatbesluiten die er op dit moment zijn. Er zijn nieuwe wettelijke grondslagen. Dus de mandaatbesluiten moet je op dat punt aanpassen. De aanwijzingsbesluiten voor de toezichthouders. Er komen nieuwe wettelijke grondslagen. Dus die liggen dan meer in hoofdstuk 18 van de Omgevingswet. Dit geldt niet voor de veiligheidsregio's en de inspectie SZW, omdat die vanuit hun eigen wettelijke grondslagen werken. Maar dit geldt wel specifiek voor de toezichthouders van de omgevingsdiensten. Zullen dus procesafspraken moeten worden gemaakt over het nieuwe sanctiemiddel, die bestuurlijke boete. Dat moet echt goed worden doordacht nog. Dus daar zou ik voldoende tijd voor nemen. En een landelijke actie dus, dat actualiseren van die sanctiestrategie. En ja, het is wel zaak om daar ook snel actie op te gaan ondernemen. Voor zover dat nog niet is gebeurd. Ik heb daar even geen zicht op. Dus het kan zijn dat daar al van alles in gang is gezet. Ik zag daar geen informatie nog over op de site van BSZO+. Nou, eventjes wat korte conclusies en ook weer eventjes terugkomend op de vraag die ik aan het begin van mijn presentatie heb geponeerd. Wat verandert er nu eigenlijk voor de praktijk van BSZO-inspecties? Nou, mijn belangrijkste boodschap is, er verandert eigenlijk niet zo heel veel. En de methode die met elkaar is afgesproken, die kan ook onder de Omgevingswet nog gewoon worden toegepast. Er hoeven geen veranderingen in te komen. Wat wel een andere... Het is wel een andere insteek. De ordening van de regels is anders. Anders dan nu staan de regels niet meer allemaal bij elkaar in het BSZO. Maar zijn ze verspreid over drie AVB's. Maar daarbij is het wel zo dat alles op het niveau van AVB is geregeld. En dus niet verspreid over AVB en ministeriële regelingniveau. En die ordening die is dan veel meer ingedeeld naar de doelgroepen van de regels. En niet naar het onderwerp. Nou, soms komen er andere namen van begrippen voor. Toezicht of inspectie wordt toezicht. We hebben het over een CVSO-inrichting in plaats van een BSZO-inrichting. En zo zijn er dan wel wat andere begrippen die gewijzigd worden. En ja, tot slot die praktische zaken die nog geregeld zouden moeten worden. Die ik op mijn vorige sheet liet staan. En dat mandaat, aanwijzing, toezichthouders, bestuurlijke boete en actualiseren van de sanctiestrategie. Dus dat zijn een aantal praktische zaken die nog voor 2022 geregeld zouden moeten worden. Misschien nog niet helemaal goed duidelijk zijn beantwoord in het eerste deel.
En het ging, ja, dat is wel een redelijk ingewikkeld onderwerp. En dat gaat over die meerdere exploitanten in één Cefeso inrichting. Met de invoeringswet is een artikel toegevoegd aan de omgevingswet, waarin is geregeld dat meerdere initiatiefnemers zich bij het bevoegd gezag kunnen melden, hè, bij een vergunningaanvraag, waarbij ze een splitsing van activiteiten voorstellen. En dus normaal gesproken is het zo dat je één vergunningaanvrager hebt en die verkrijgt de vergunning en die is verplicht om alle voorschriften van de vergunning na te leven. Onder de omgevingswet, en dat is ingestoken door de RIE, de richtlijn industriële emissies, wordt er met de omgevingswet geregeld dat de vergunningaanvragers, hè, je hebt dan meerdere aanvragers, bij het bevoegd gezag kunnen vragen om in de omgevingsvergunning te regelen dat er verschillende normadressaten zijn voor verschillende onderdelen van de omgevingsvergunning. Hè, als het een groot bedrijf betreft met meerdere installaties, dan kan het bevoegd gezag regelen dat voor installatie A bedrijf A verantwoordelijk is en voor installatie B bedrijf B. Dat kan in principe ook voor Cefeso-inrichtingen. Daar waar het gaat om zaken die niet een uitvloeisel zijn van de Cefeso-richtlijn. Ja, het wordt wel wat ingewikkeld. Ik stel ook voor om het eventjes nog apart op papier te zetten en dan op de website te publiceren. En er staat ook het een en ander over in het invoeringsbesluit, in de nota van toelichting daarbij. Maar voor een BSZO-inrichting geldt dus, hè, dat ook daar er sprake kan zijn van verschillende normadressaten. En daar kan bij worden afgesproken en ook in de vergunning geregeld dat bedrijf A verantwoordelijk is voor de naleving van de regels voor installatie A en voor installatie B een ander bedrijf wordt aangewezen. Maar, en er komt een grote maar, hebben we gezegd en ook geregeld dat dat niet geldt voor verplichtingen die een uitvloeisel zijn van de Cefeso-richtlijn. Dus daar waar het gaat om de verplichtingen rondom het veiligheidsbeheersysteem, het veiligheidsrapport en dergelijke, willen we die splitsing niet. We willen gewoon dat een BSZO-inrichting integraal wordt beschouwd en dat alle veiligheidsaspecten binnen dat bedrijf, binnen die Cefeso-inrichting ook gezamenlijk in het veiligheidsbeheersysteem en het veiligheidsrapport terugkomen. En dat geldt dus ook voor de algemene regels die in paragraaf 4.2 zijn opgenomen van het BAL. Ook daarvoor kan niet worden geregeld dat die gesplitst worden. Dat bedrijf A dit doet en verantwoordelijk is voor dat. En bedrijf B weer voor een hele andere onderdeel van de Cefeso-inrichting. Er moet dus één exploitant zijn. Eén bedrijf wat voor het geheel kan worden aangesproken. Dus dat was een vraag die hopelijk nu iets duidelijker is beantwoord. Maar het is een ingewikkeld verhaal. Een andere vraag die ik terug zag komen in de chat, dat was de losse activiteit. Hè, stel dat je een Cefeso-inrichting hebt en in die Cefeso-inrichting wordt een opslagtank geplaatst. Een opslagtank voor propaan bijvoorbeeld. Nou, het opslaan van propaan in een opslagtank, dat is een aangewezen milieubelastende activiteit in paragraaf 3.2, hè, zo'n bedrijfstakoverschrijdende activiteit. En in hoofdstuk 4 van het BAL is geregeld dat je daarvoor een melding moet doen. Nou, moet je nou, hè, als je dat in een Cefeso-inrichting, als je daar die tank plaatst, moet je dan een melding doen of moet je een vergunningaanvraag indienen? Nou, in zijn algemeenheid kan ik zeggen dat in hoofdstuk 4 van het BAL is geregeld, hè, dat als je met een activiteit begint, dat je daarvoor een melding vooraf moet doen. Maar dat die meldingsplicht terugtreedt op het moment dat de activiteit vergunningplichtig is. Dus bij een vergunningplichtige activiteit is geen melding verplicht. Dus in dit geval bij de Cefeso-inrichting, op het moment dat je een propaantank daar plaatst, dan zul je niet verplicht zijn om een melding te doen. Ja, en of het verplicht is om een aanvraag te doen tot wijziging van je vergunning, dat hangt af van de inhoud van de vergunning. En als het bevoegd gezag heel gedetailleerd in de vergunning heeft bepaald op welke activiteiten die vergunning betrekking heeft, dan zal dit al snel een wijziging van de vergunning betekenen. Op het moment dat het bevoegd gezag wat ruimer is omgesprongen met de omschrijving van de activiteiten, dan zal het wellicht
passen binnen de vergunning. En dus het hangt heel erg van de individuele vergunning af of er een nieuwe aanvraag nodig is voor die wijziging. Onder de omgevingswet is het zelfs zo dat het bevoegd gezag de ruimte heeft om in de omgevingsvergunning te bepalen welke wijzigingen met een melding kunnen en voor welke wijzigingen een vergunningaanvraag nodig is. Dus de speelruimte is wat uitgebreider geworden. Dan ga ik nu mijn mond houden en het woord geven aan Wim. Ja, goed. We hebben nog één vraag uit het eerste deel. Als een nieuwe Seveso-inrichting komt naast een bestaande inrichting die vergund is, en beoordeling geeft dat er sprake is van een domino-effect, is dat er ook van toepassing op de reeds bestaande inrichting? En moet daarvoor dan ook de vergunning worden aangepast? Ja, dat laatste is het geval inderdaad. In de regels is bepaald dat op het moment dat er iets in de beste beschikbare technieken wijzigt, hè, of iets in de omgeving van een activiteit waarvoor een vergunning is verleend, dat het bevoegd gezag opnieuw een beoordeling moet uitvoeren. Dus op het moment dat er een nieuwe Seveso-inrichting wordt gepland naast een bestaande Seveso-inrichting, ja, dat is een hele belangrijke wijziging in de omgeving. En dat betekent dus dat het bevoegd gezag weer opnieuw bij die reeds bestaande Seveso-inrichting moet gaan beoordelen of er sprake is van domino-effecten. En dat kan ook betekenen dat de invulling van de Seveso-verplichtingen, daar treedt ook een wijziging dan in. Hè. Het veiligheidsbeheersysteem zal ook herzien moeten worden. Maar ook de Seveso-richtlijn gaat natuurlijk ook over belangrijke wijzigingen in de omgeving van de Seveso-inrichting. En belangrijke wijzigingen in de omgeving van de Seveso-inrichting moeten ook leiden tot wijziging van allerlei documenten die er eerder zijn vastgesteld, zoals het VBS, het veiligheidsrapport en het intern noodplan. Een vraag van René van Dijk. Zijn regels en bevoegdheden met betrekking tot bijvoorbeeld de gevaarlijke stoffenlijst voor de hulpdiensten in de omgevingswet eenduidig geworden? Hij komt met het voorbeeld dat de huidige situatie in BZO enkel hoge drempelbedrijven volgens artikel 12 en artikel 18. Dan moet ik even kijken, want nu begin ik even de draad kwijt te raken. Hij stelt dat in de huidige situatie BZO enkel hoge drempelbedrijven volgens artikel 12 en artikel 18 RZO en lage bedrempelbedrijven niets, terwijl de PGS 15 ook een stoffenlijst schrijft bij opslagen van meer dan 2500 kilo. Maar dat is weer niet in overeenstemming met BZO. Het zou goed zijn als dit onder dezelfde regeling kan vallen. Om bij dat eerste te beginnen. Wat wij hebben gedaan is het omzetten van de huidige regels in het stelsel van de omgevingswet. En dat betekent soms dat zaken die niet helemaal uniform op dit moment zijn geregeld, dat onder de omgevingswet straks ook niet allemaal zijn. We hebben wel geprobeerd om zoveel mogelijk natuurlijk te repareren. Maar dit soort dingetjes zitten er ook nog in het nieuwe systeem. Hè, dus dat betekent dat die actuele stoffenlijst, met name relevant voor de hulpverleningsdiensten inderdaad, dat die alleen maar verplicht blijft voor hoge drempelinrichtingen. En we wilden met de omgevingswet ook geen verzwaringen in het systeem veroorzaken. Als de meerderheid het erover eens is dat dit een onlogische regel is, ja, dan denk ik dat dat in de toekomst aangepast zou moeten worden. Maar er moet dus een wijzigingstraject voor in gang worden gezet. Hoe dat precies zit met PGS 15, daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Dat weet ik gewoon niet. Vind ik ook redelijk technisch van aard, die vraag. Het zou best zijn dat dat niet goed aansluit. De PGS-richtlijnen worden op dit moment natuurlijk wel, of zijn al herzien, moet ik zeggen, hè, naar de PGS-richtlijnen Nieuwe Stijl. Kan zijn dat in de PGS Nieuwe Stijl dat hier wel aandacht aan is geschonken. Dat kan ik niet zeggen. Geven dat dat daar op dit moment niet in voorzien is. Dat is een vraag over de kennis die nodig is door de hulpdiensten om dit te kunnen toepassen.
Dat klopt inderdaad. Dus ik denk dat het ook van belang is om hier praktische afspraken over te maken wellicht. En ja, ik denk dat dan voor een deel dat het ook in de PGS 15 zit. Dus daar zal dan ook nog wellicht eens naar moeten worden gekeken. En op het moment dat wordt vastgesteld dat het niet is gerepareerd met de PGS 15 nieuwe stijl. Nou, een heel andere vraag. Mag je als toezichthouder Seveso toezicht houden op installatieonderdelen binnen de inrichting die niet vallen onder de milieubelastende activiteit? Ja, ik kan me eigenlijk niet zo goed voorstellen welke installaties dat dan zouden moeten zijn. Ik gaf aan dat het begrip Seveso inrichting heel ruim is omschreven. Dus alle installaties die zich op de locatie bevinden, die vallen onder de Seveso-inrichting. Maar eventjes uitgaan van het fictieve geval dat er toch een installatie is wat er buiten zou vallen. Ja, dan hangt het er vanaf voor welke wettelijke regels je bent aangewezen als toezichthouder. En op het moment dat je als Seveso-toezichthouder bij een Seveso-inrichting een controle verricht, ja, dan ben je niet bevoegd om regels te handhaven die zijn gebaseerd op de arbeidsomstandighedenwet bijvoorbeeld. Dus dat is een duidelijk onderscheid. En voor de rest, als het gaat om regels op het terrein van de leefomgeving, ja, dan denk ik dat je dat gewoon mee kunt nemen. Maar ook dat hangt weer af van je aanwijzingsbesluit als toezichthouder. Hoe ruim is dat geformuleerd? Als het ook gaat over verstrekte omgevingsvergunningen, ja, dan kun je ook daar controleren of de vergunningvoorschriften worden nageleefd. En de praktijk is natuurlijk ook dat Seveso-toezicht, Seveso-inspecties worden gecombineerd met toezicht op andere regels die buiten de Seveso-richtlijn vallen. De Seveso-richtlijn die schrijft dat zelfs voor, dat toezicht of inspecties zoveel mogelijk gecombineerd moeten plaatsvinden om ook de lasten voor de bedrijven zo laag mogelijk te houden. Ik weet niet precies welk artikel. Ik denk dat dit misschien de ARI-inrichtingen zijn. Ja, dit, dat, de, ARI, de regels over ARI-inrichtingen, die noem ik altijd een beetje oneerbiedigend de BSZO-Light-regels. Ja, die regels die treden terug op het moment dat er sprake is van een hoge drempelinrichting. Hè. Dus ze gelden wel voor lage drempelinrichtingen, maar niet voor hoge drempelinrichtingen. En ja, ze kennen ook eigen drempelhoeveelheden, hè, die soms lager liggen, maar ze worden op een andere manier bepaald, maar soms lager liggen dan de BSZO-drempelwaarde voor lage drempelinrichtingen. Ja, die samenhang, dat is een soort van samenhangbepaling is er opgenomen in het arbeidsomstandighedenbesluit. Die zegt van, nou ja, als er sprake is van een hoge drempelinrichting, dan zijn deze regels van het arbeidsomstandighedenbesluit niet van toepassing. Ja, dat soort afstemmingsbepalingen, die heb je altijd nodig. Als je in verschillende wetgevingsgebieden zaken regelt, die gaan over dezelfde soort van activiteiten. Ja, dan moet je de afstemming tussen die regels, die moet je regelen. Ja, het is een beetje historisch natuurlijk gegroeid, hè, dat veiligheid in Nederland in verschillende wetgevingsgebieden is geregeld. En dat zijn die verschillende kolommen die ik in het ingewikkelde plaatje liet zien. Dus zowel in de milieu-leefomgevingskolom als in de arbeidsomstandighedenkolom, als in de kolom voor de veiligheidsregio's. Ja, daarin zijn de Seveso-regels opgenomen. Ja, misschien toekomstperspectief om op iets hoger niveau nog meer te gaan integreren. Maar ja, daar zullen nog wel wat gesprekken over gevoerd moeten gaan worden, denk ik dan. Maar ja, als het voor de leefomgeving kan, dan kan het denk ik ook wel ruimer. Het zal mooi zijn, denk ik, hè, als alle regels voor bedrijven gewoon op een bepaald terrein allemaal bij elkaar staan. En dat die splitsing tussen arbeidsomstandigheden en externe veiligheid bijvoorbeeld uit de weg worden geruimd. Voor dit moment is dat een brug te ver. Goed. Ik heb hier een interessante prikkelende vraag.
Is de verandering van inspectie naar toezicht alleen een woordverandering of heeft het ook inhoudelijke consequenties voor de vorm? Nee, het heeft geen inhoudelijke consequenties. Kijk, de term inspectie is eigenlijk een heel raar begrip. Omdat, wat is een inspectie? Als je aan de man in de straat vraagt wat hij beschouwt onder een inspectie, dan krijg je allemaal verschillende antwoorden waarschijnlijk. Het leek ons handiger om gewoon aan te sluiten bij het begrippenkader van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dat doen we ook voor andere onderwerpen. En de Algemene Wet Bestuursrecht, die heeft het over toezicht. En in hoofdstuk 5 van de AWB, daarin zijn ook de toezichtbevoegdheden geregeld. Bij het BZO moet je altijd weer even nog de stap zetten van inspectie, dat is eigenlijk toezicht. Hè, en dus hebben wij de toezichthoudende bevoegdheden die in de AWB zijn opgenomen. Nou, maar inhoudelijk, nee, daar zie ik geen wijzigingen. Goed zo. Nog een vraag over de adviesrol van de veiligheidsregio's. Hoe is die geregeld bij vergunningprocedures voor surveillance-inrichtingen? Met name in relatie tot aanwijstrajecten voor bedrijfsbrandweren. Dat is een interessante vraag. Omdat wij bij de omzetting en ook de wijziging van andere wetgevingen, om ze aan te laten sluiten op de omgevingswet, ook gekeken hebben nog naar al lopende trajecten. En in dit geval is van belang het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar OTVL. Want daarin constateerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat er grote verschillen zijn tussen bedrijfsbrandweeraanwijzingen en omgevingsvergunningen. En dat er ook geadviseerd is om die twee verschillende beschikkingen beter op elkaar af te stemmen. Ook procedureel. Dus we hebben met het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben we daar een heel traject bewandeld. Waarbij ook de veiligheidsregio's betrokken zijn geweest. Om zowel procedureel als inhoudelijk meer aansluiting tussen de omgevingsvergunning en de bedrijfsbrandweeraanwijzing tot stand te brengen. Dus in het besluit veiligheidsregio's is een aantal wijzigingen opgenomen in hoofdstuk 7. Wat gaat over bedrijfsbrandweeraanwijzingen. Om het procedureel iets nauwer bij elkaar te brengen, maar ook inhoudelijk. En het is dan ook, er is dan ook een betere aansluiting bij de bepalingen in het omgevingsbesluit. Hè. Die gaan over de betrokkenheid van de veiligheidsregio's bij de omgevingsvergunning. In het omgevingsbesluit zijn de activiteiten opgezond waarvoor de veiligheidsregio de aanvraag om de omgevingsvergunning moet verkrijgen. En waarover ze ook advies kan geven. En dat zijn dezelfde activiteiten die ook in aanmerking komen voor een bedrijfsbrandweeraanwijzing. Dus op die manier is er ook veel, veel betere aansluiting dan in het huidige recht. Corrie, een paar stofcategorieën zijn van milieu overgegaan naar arbo-wetgeving. Een voorbeeld hiervan is ADR3 met vlampunt boven 55 graden. Heeft dit nog consequenties? Nee, dat heeft geen consequenties, omdat we bij de regels over surveillance-inrichtingen niet de ADR-classificatie gebruiken, maar de classificatie van het GHS-systeem, het Globally Harmonized System. En dat is een andere indeling. Dus we volgen gewoon de indeling zoals die ook in bijlage 1 bij de surveillance-richtlijn staat. Dus van ADR en dergelijke hebben we niets te maken, als het ware, hiervoor. Heel goed. Er is nog ruimte voor één vraag, volgens mij, Wim. Dan pak ik die er even bij. Er nog een vraag over het toezichtsrapport. Over het openbaar maken van het toezicht. Moet het toezichtsrapport openbaar worden gemaakt of alleen de samenvatting van het toezichtsrapport? Nee, dat gaat alleen om de samenvatting. En dus ook zoals het nu is geregeld, daar brengen we geen wijzigingen in aan. Dus het gaat om de publieke samenvattingen.